Voordat ik naar kantoor kan gaan, moet ik elke dag video bellen met een verpleegkundige. You can go ahead and take your temperature when you're ready. Okay, let's see. En haar laten zien met een thermometer dat ik geen koorts heb. Yep, you're good. Thank you so much. You're welcome. Have a good one. Zo gaat dat bij veel bedrijven, maar ook in sommige winkels waar je moet inchecken, gegevens achterlaten en dan... Maar ja, zelfs met een soort thermometerpistool sta je nog erg dicht op elkaar en dus duikt iets anders op door Amerika. It's contactless, alright, so somebody just simply walks up to it, puts their face within this outline here. So if you don't have a mask on, it will tell you... Please put on a mask. Matthew verkoopt beveiligingsapparatuur en doet goede zaken met deze nieuwe techniek die hij levert aan scholen, gemeentehuizen en sociale woningbouwflats. This is a product that came about because of COVID. Do I want to sell more of this product? Yes. Would I rather COVID go away? And if the product went away with it, I'd be more than okay. Bouwvakkers werken toch echt in de open lucht, maar om de bouwplaats op te komen moeten ze dat masker hebben en de juiste lichaamstemperatuur. Is it annoying or not really? Not really. You got used to it. Looks for your mask and looks for your body temperature. You got both, right? Yeah, I'm alive. Maar oh wee, als die scanner iets verkeerd ziet. If you are above 100, you're not getting in. En dan kun je minder loon krijgen. Veel bedrijven overwegen dit ook te gebruiken als de pandemie voorbij is. Normal temperature. Thank you. Erik Mouten, RTL Nieuws, New York.